wat jullie nu weten, is dat ik in mijn eigen familie, ja, excuse me, in mijn eigen familie heb ik ook geweldige mensen. En toevallig is dat de zoon van mijn broer. En geen halve broer, maar echte brother. Hij is eigenlijk ook een beetje mijn zoon. Hij heeft zijn eigen kledingmerk in Nederland. Hij is nu in Suriname voor een week. Dus daarom ben ik met hem gaan meeten en gaan lopen. Check hem. En zijn merk heet Explicit. Weet je hoe je Explicit schrijft? De X. Wacht, kijk. Heb je Explicit aan? Ik heb het wel aan, ja. Explicit aan. Wacht. Ik zie het hier in de... Ja. Doe het even uit, even laten zien. De eigenaar van Explicit. Kijk. Kijk hoe je Explicit schrijft. Zie je? En binnenkort te vinden in de International Mall in Suriname. Dus begin december gaat het open. Dus ik ben benieuwd hoe jullie het vinden. Pas 27 jaar is hij, hè? 27 jaar. Oh, nee. Leidsestraat. In de Leidsestraat in Nederland. In Bataviastraat. Ja, wacht. In Bataviastraat hebben we nu ook een winkel geopend. En daar zijn de prijzen nog wat leuker. Dus daar kunnen jullie ook terecht. En het leuke is dat ik Lita heb geadviseerd al, denk ik, 5 jaar geleden om te gaan vloggen. Dus ik ben blij dat je dat nu bent gaan doen. Woe! Mijn eigen nef, die me omhoog ophemelt. Dit is zijn kleding. Dit is van hem. Dit is van hem. En binnenkort gaan we ook zonnebrillen maken. Binnenkort gaan ze zonnebrillen maken. Hoe vet is dat? Die mall aan de Ringweg, die ken je toch? Kan je in die mall zijn kleding checken. Weet je wie zijn kleding ook aandoet? Roué Verveer. Bijvoorbeeld Henkie T heeft het ook aangehad. Henkie T doet zijn kleding aan.